Ik heb dus dit gelezen. Ik heb iets gelezen. En dan weet je natuurlijk dat het inderdaad in de vorm komt van iets met plaatjes. Want het moet niet te veel teksten zijn. Want dan duurt het gewoon te lang. Jelle uit groep 4 die kan dat niet handelen. Nee, ik lees gewoon heel langzaam. Dus ik lees niet zo heel vaak. Doe je het beter dan ik. Ik lees bijna niet. Nee, dat bedoel ik. Ik ook niet. Alleen op vakantie eigenlijk. Tenzij het strips zijn in dit geval. Strips? Strips. Okay. Een stripreeks. Stripreeks. Genaamd Thorgal. Thorgal. Ken je dat? Van naam. Niet, ik heb het nooit in mijn handen gehad. Maar nu een primeurtje. Dus, wil je hem lezen? Wil je mee? Nou, misschien. Je hebt er hier twee voor je snuf. Dus, precies. We hebben namelijk een stapeltje comics gehad van een uitgever. Pagina 1. En ik zie meteen drakenbeelden en een guy in een grot. Nou, dan heb je hem al. Nou ja, precies dat. Het is, ik vond het heel vet getekend. Ik kende het namelijk niet van naam eigenlijk. En het is grappig. JJ die kwam binnen. En die zei, hey Thorgal. Dus die is natuurlijk echt wel van vroeger, was hij echt een striplezer. Ja. Dus die kende dat zeker. Ik denk dat de serie bestaat volgens mij al heel lang. En heeft ooit volgens mij in de Kuifje, net zoals heel veel menig natuurlijk, Frans-Belgische of Belgisch-Franse. Wow, het zit gewoon trolls in en alles. Ja, Thorgal is een viking. Ja. Met een familie. Het doet me overigens denken, en ik wil nu niet overkomen als een stripboeken-expert, maar het doet me denken aan De Rode Ridder, waar ik één editie van heb. De Rode Ridder. De Rode Ridder. Het is hard, klinkt jongen. Smerig. Het is fucking... Ja, oké. Okay. Red Rocket! Ja, precies. Nee, en het heeft ook iets voor mij van een soort van bepaalde storm. Ja, ook die... Tekenstijlen vooral. Ja. Want dat is namelijk het ding. Toen ik... we kregen dit en ik had zoiets van, fuck it, dat ga ik... we kregen een stapeltje en er zaten anderen tussen. Er zaten ook een paar detective strips tussen. Nou, dat ben ik ook altijd psyched voor, omdat ik heel veel detective series kijk. Maar deze zag ik, had zoiets van, nou, dit ziet er heel vet uit, omdat de tekenstijl is echt heel erg cool. Ik vervloek alle goden! Ik ben jullie speeltje niet! Precies waar ik ook ben. Het is deze pagina. Ja, vet. Pagina 30. Nou ja, dat, ik moest wel heel erg wennen inderdaad aan het Nederlands. Ik vind het toch wel fijn, denk ik, om bijvoorbeeld Engels te lezen. Ja. Dus dat was eigenlijk het enige waar ik eventjes aan moest wennen. Maar ik vond het echt heel... het is tof dat het niet die Amerikaanse superhero vibes heeft, maar gewoon inderdaad die... Het heeft een daadwerkelijke struggle vibe. Ja. Ja, nou ja, het is gewoon dat van... veel gegrondere Europese strips. En nou, dat was wel een welkome afwisseling. Dus ik vond het heel vet. Volgens mij, ik zat erover na te denken. Het is iets dat ik dat vet is om te geven aan de onder de boom. Ik wou net zeggen, als kleine kerstcadeautjes. Ja, precies. Ja. Dan geef je gewoon iedereen lijpe strips. En dat was ook de reden dat ik de Rode Ridder had gekocht. Destijds een nummertje van. Geniet de Bruine Ridder. Nee, helaas. Dat is echt goede inspiratie voor D&D-nerds, kan ik je vertellen. Zeker. Want dat is het ding. Dit is gewoon ik wist dat ook niet. Ik dacht van, hè, hoe vaak komt het dan uit? Maar volgens mij is er echt één per jaar. Dus er is altijd één Thorgal per jaar die uitkomt. Wow. En of in ieder geval zo zag het eruit. Er stond 23 en de vorige was 22 en die ervoor 21. Er zijn er 41, zie ik hier. Ja, nou ja, 41 jaar bestaat het dan waarschijnlijk al, bijvoorbeeld. Maar wat wou ik zeggen ook weer over dit jaar? Oh ja, het is een op zichzelf staand verhaal. En dat is vet, hè? De character kende ik dan niet, maar die leer je natuurlijk ook wel gaandeweg een beetje kennen. Ja. En ik heb daarna op een gegeven moment even wat background research gedaan, omdat ik het wel een toffe kerel vond, die Thorgal. Ja, goede gast. Ja, en toen had ik zoiets van, wat grappig, want het is een tof, en ik vond het heel cool in deze versie. Het wordt heel... Ja, noem dat. Casual wordt er geflashbacked en geflashforward. En spelen zich dingen, nou ja, niet per se tegelijkertijd af. Maar het werkt heel fijn. Dus je bent niet gewoon een chronologisch verhaal, want dan wordt het snel saai. Nee, op hele smart punten is er van, oh boe, even een flashback of wat dan ook. Dus, er is over nagedacht, hè? Zou je bijna zeggen. Ja, dat is inderdaad zo. Ja, maar het was niet zo straightforward als dat ik had gedacht. Zeg maar. Okay. Dat vond ik er extra tof aan. Maar ja, nogmaals, die artstyle en het verhaal inderdaad. Viking stuff in een grot. Gegronde fantasy. Ja. Geen high fantasy, dat absoluut niet. Ik zie niemand met magic slinger en zo. Nou, er is wel wat paddy magic en wat dan ook. Duizend ogen heet het. Het heeft ook wat lichte sci-fi. Ja, dan doe je vooral dat. Ja. Lichte sci-fi invloeden. Nou ja, dat. Tof. Mocht je het nog niet kennen, check het uit.